Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opened. En het is tijd voor een beetje collab, hopeful goodness. Stole that one from you, Matt, sorry boy. Het is een collaboration tussen Baksbier en Spartacus uit Brazilië. Ja, Baksbier natuurlijk niet, dat weten we, is uit Groningen. En Spartacus uit Brazilië. Het is de Spartacus. Ja, ik vind het een beetje raar, hier staat 9% in alcohol. Oh ja, wel 9. Ik was even warm met een andere, waar 8,8 op stond. Goed verhaal, lekker kort. Koop een taart, gaat vieren. Craft beer brings people from all over the world together. So when a mutual friend introduced us to Cassio from Spartacus Brewing, we were quick to pick up a date to brew a collab. The result is this big, fat, double New England IPA, dry hop to bits with a very exciting mix of Galaxy, HBC 630, and Cryopop. As a finishing touch, we added something very experimental, Blackberry Kush, true terpenes? Which adds an amazing fruity and dank aroma to an already awesome beer. The ingredients. Water, gerstemout, tarwemout, havervlokken, hop. Nou, hop heb ik dat genoemd. En die blackberry kush, terpenes? Nog nooit van gehoord. Anyway. 9% aan alcohol. Ik heb nog nooit een bier gehad van Spartacus. Ik zie ze vaak wel langskomen hoor. Daar niet om. Maar ik heb ze gewoon nooit gekocht. Want jullie weten gewoon, ik ben niet de grootste hophead. En ik ben al zo'n figuur die zo echt best wel een bedrag neer wil leggen voor dikke stouts. Maar met IPA's ben ik daar soms wat huiveriger in. En ja, die van Spartacus die zijn dan wat aan een kant dat ik soms denk, I don't know. Maar dat is persoonlijk. Want ik ken hopheads die het er makkelijk voor over hebben. En juist net andersom. Dat is leuk aan bier, hè. Iedereen doet gewoon zijn eigen ding. Hashtag proper glassware. Bier is net van de week binnengekomen. 2 dagen geleden bij ons in de winkel. En 9 dagen geleden in het blik gegaan. Hij is gecand op 3 december. Het is vandaag 12 december. Het bier schenkt. Relatief helder eigenlijk nog wel voor New England. Moet ik zeggen. Ik bedoel, het is niet alsof die... Hij heeft een haze, maar hij heeft echt zo'n oldschool haze. Hij heeft onderin zelfs relatief clear bier. Dus voor New England vind ik hem eigenlijk... Er stond toch echt New England op. New England double IPA. Who knows. Ik ruik hier gewoon echt... Dit is een nep kerstboom die er staat hoor. Ik ruik hier gewoon een zooi aan dennenalm. Echt niet normaal. We gaan eens even kijken wat hij doet. Harsigheid, dennigheid. Weet je wel, ga even kijken wat hij doet in de neus. That is fucking dank for days. Dank for fucking days. Dat is echt... Zo, wat is dat? Super fruity, echt ontzettend fruitig. En je krijgt gewoon inderdaad een intense, bessige, zwarte bessen, rode bessen, bramen, frambozen. Gewoon echt blijkbaar alles aan besjes, besjes voor deze. En dan inderdaad gewoon dank. Echt dank en dennen. Wat gaat grondse aardstonen. Wauw, als ik dit blind rook, dan had ik echt het idee dat ik iets rook dat echt zo'n fruit smoothie kleur zou hebben. Weet je, van dat soort van paarsige rode tinten erin. Wat? Ik weet niet wat die terpenen, hoe ik het moet uitspreken zijn, maar dit is wel bizar. Echt, dank. De kush. This is the good kush. Ik heb heel weinig ervaring met wiet. Ik heb echt in mijn 10 jaar een paar keer gebloot. Maar ik heb meerdere mensen om me heen gekend die het vaker deden dat ik er wel bij zat. En het trok me dan niet zoveel. Maar Kush is dan een van die... Anyway, een van die namen voor... Dit is echt die geur. Echt veel rood fruitaroma wat dat betreft. Heel veel bosvruchten. Besjes. Dat denk je, harsig, dennig. Het kan zijn dat ik me aanpraat omdat ik naar dingen zoek. Ja, er zit wel iets van wat steenvrucht en zo en wat andere rijpe fruittonen in. Maar het is echt, er zit een algemene rijpe fruit, tropische vruchttonen, zit er half onder. Maar het is echt heel erg forward op dat bosvruchten, blackberry, besjes verhaal. Floraal ook. Met echt behoorlijk floral. Echt bloemig. Maar dan die, wanneer je bloemen toppen. Wanneer je echt met je vingers echt heel erg door bloemen en zo wrijft. En dat je dan van die pulp van dat... Hoe heet het binnenste ook weer? De hoe heet dat? Waar die bijen allemaal op gaan zitten. Van een bloem.
Nou ja, goed, de knop? Nee, dat is... Waarom kom ik hier nou niet op? Maar daarbij je op gaan zitten en we ze alle nectar en zo'n spul uit. Yeah, dit is echt tragisch, maar goed. Anyway, dat. Wanneer dat dus je vingers, dat soort bloemen gaan, en wat groen daarvan ook. Als je bloemen en dat groen van die blaadjes. Bizar. Ruikt wel erg lekker. Heel bizar, heel bijzonder. Ik ga proeven. Cheers, guys. What the fuck? Echt, ik moet even op zoek waar terpenen zijn. Er zit een bepaalde harsige, dennige, tonen aan, absoluut harsig, dennig, dat denkweer, al die bosvruchtjes, al dat, en een bijzondere soort vorm, qua EBC en IBU is die dus inderdaad behoorlijk licht. Het is een heel bizar bier. Ik kan me voorstellen dat er heel veel bierdrinkers zijn die dit drinken en denken, wat de hel is dit? Ik zou heel graag dit bier ook willen hebben, maar dan zonder die... Wat was het? Blackberry? Blueberry? Wat was het ook alweer? Wat stond erop? Blackberry Kush True Turbans. Ik zou dat als dit bier zonder dat willen proeven. En kijken wat het dan is. Want het is heel... Of over een paar weken. Als die over een paar weken nog in de winkel een paar staan, dan neem ik nog een keer eentje mee. Kijk wat die doet met een beetje leeftijd erop. Het is echt heel bizar. Het is echt een heel bizar bier. Ik heb ook het idee dat ik... Als je aan sommige van die essentiële oliën ruikt, weet je, dat je dat soort... Er zit een soort van olieachtige film. Maar ik weet dat het glas goed schoon is. En zoals die schuimkraag nu helemaal weg is, zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien, heb ik ook het idee dat er net als bij hoppen, die hopolie en dat die olie erin zit, dat die terpenen, hoe je dat ook uitspreekt, echt een ontzettende hoge oliegraad hebben. Want het proefje, dat merk je, en die schuimkraag is gewoon compleet weg. Nou ja, compleet is dus een heel klein randje daar zo omheen. Het zou me niks verbazen als een hoge oliegraad heeft wat dat betreft. Het is echt een heel maf bier. Ik moet dat echt laten verwerken. Intussen krijg ik ook wat tonen van nu een beetje wat semi-rijpe ananas. Er komt wat meer tropische vruchten naar voren. Zo'n algemene blend van. En ik krijg iets. Wat is dat? Hij drinkt ook. Wat is dit? Is dat? Is dat het heeft iets floraals, harsig, dennig, bloemig, fruitig, bizar. Het grappige is dat hij best drinkt als een hele intense oldschool IPA. Al die tonen, dat wat citrus zelfs, al die tonen die je krijgt vanuit vroeger van die oude West Coast IPA's, krijg je hier alleen dan heel erg intens, heel erg multiplied. Bizar bier. Leuk bier. Ik weet nog niet 100% wat ik ervan denk. Aan de ene kant vind ik hem heel erg lekker. Aan de andere kant ook zoiets van, dit is een beetje te veel van het goede. Dus dit is echt eentje die ik echt even moet laten verwerken. Ik vind hem wel heel grappig. En ik ben blij dat ik hem probeer. Maar ik weet nog niet wat ik er helemaal van moet denken, hoor. Wat een maf ding. Ja, maar ik vind het wel gaaf dat ze dit dan weer proberen. Ik hoop echt... Sorry, ik ben helemaal... Ik weet niet precies wat ik ervan moet denken nog. Ik moet het echt even laten verwerken. Interessant. Echt leuk om geprobeerd te hebben. Hij drinkt niet als 9%. Hij heeft... Nou, achterin begin ik het nu een beetje te voelen. Maar qua mondgevoel, qua smaak en alles zou ik eerder zeggen. Dit is 7. Drinkt gevaarlijk. Drinkt leuk, drinkt grappig. Absoluut leuk om te proberen. En ik ga straks wat meer opzoeken over wat die... Blackberry Kush. Daar had ik misschien van. Aan de ene kant had ik dat van tevoren moeten doen. Maar aan de andere kant ben ik dan bang dat je. Als je dingen. Dan ga je dingen laten aanpraten. Hè? Als je dan gaat zoeken waar zou het naar moeten smaken. Dan ga je dingen proeven. Onlangs een leuke whiskyproeverij online gedaan. En er werden bepaalde smaaknotities waarvan ook de. De distilleerderij deed mee aan die proeverij. En iemand van die distilleerderij, ik weet niet of het de distiller zelf was, maar in ieder geval die
wel een van de eigenaren, die vertelde van alles en nog wat over, ja, wij hebben dit in onze smaaknotities, maar wat proeven jullie allemaal? Vroeg hij ook heel duidelijk, wat proeven jullie allemaal? Want ja, goed, wij worden soms blind, omdat we bepaalde dingen zelf herkennen, maar misschien herkennen we dingen niet terug, want wij praten over wat wij zelf terugvinden in onze single malts, en dat zetten we erop. En ja, dat gaan mensen dan vinden inderdaad, want dat krijg je een soort van voorgesprek. Maar wat proeven jullie? Er kwamen wat reacties onder. Ik had ook een paar dingen, ik weet niet, maar wat zei ik op een gegeven moment? Oh ja, ik kreeg drop. Ik kreeg iets van drop. En toen ik dat zei in de chat ervan, waren er dus heel veel mensen die reageerden. Holy shit, ja, ik ook. Als je blind staat op wat je moet proeven, ga je dat vinden. En dan ga je misschien niet zelf op zoek naar, maar wat vind ik zelf hiervan? Wat krijg ik zelf terug? Dus probeer eens, probeer van tevoren niet te snel op te zoeken wat je zou moeten proeven. En dat maakt Mystery Beers ook zo leuk. Hè? En kijk wat je zelf terug vindt. Oh, ja, een beetje droge huid hier op mijn... Ik heb last van winterhanden en zo, dus ik heb soms ook op mijn scheenbeen heb ik af en toe wat droge huid. Heel irritant heb ik dan in de winter, dus het jeukt dan een beetje. Sorry. Anyway, terug naar bier. Leuk bier, ga hem proberen. Ik weet nog niet zeker wat ik er echt van vind. Ik vind het leuk, ik vind het ook niet vies. Ik vind het op zich lekker. Maar ik weet niet of ik die 440 milliliter echt normaal zo van op zou krijgen. Dus ik ben benieuwd wat hij voor mij gaat doen. Ik ben niet van de drainport hoor. Tenzij het echt fout bier is. Als het echt als in het is geïnfecteerd of er is echt iets niet goed. Maar over het algemeen probeer ik alles altijd tot de laatste druppel op te drinken. Waarom? Dat is ook zonde. Maar ook smaakevolutie. Wat doet het bier over verloop van tijd? Bla bla bla. Het is echt een veel te lange review geworden. Die al half niet meer over het bier zelf gaat. Een kleine editorial er tussendoor. Anyway. Bucks en Spartacus. Spartacus. Probeer hem. En ga eens kijken wat je ervan vindt. Het is echt een leuke ervaring, dat sowieso. En dat was hem wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingbox. Links naar al mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Laat eens wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot de volgende keer. Proost.